Als ik dit in één keer haal, dan wil ik een duimpje omhoog. Ik ga oprecht mijn best ervoor doen. Oké. Okay. Concentratie. Ik laat mezelf stressen. Dit. Maar het is net... Oh, dat laatste stukje. Nee! Yo mensen, Jaraske hier. Welkom bij weer een nieuwe GTA 5 voor een race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag zit ik hier helemaal alleen, want ik ga opnieuw proberen om twee onmogelijke races van start tot finish te voltooien in een zo snel mogelijke tijd. En kijk eens even daar naar boven. Dat worden heel veel wallflips zonder checkpoint ertussen, dus dit gaat niet gemakkelijk worden. Maar in totaal heeft de allereerste race 519 duimpjes omhoog, maar 951 duimpjes naar beneden. En die duimpjes naar beneden komen van mensen die de race niet kunnen voltooien. Maar heb je er zelf nu zin in? Terwijl ik heel even deze sprong recht pak, ramde natuurlijk keihard op like, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads en ook alle nieuwe races. Maar het begint redelijk simpel, want we moeten gewoon de sprongen recht pakken. Maar ik zie al een wallflip in de verte. Ik zie al dunne randjes. Ik zie al sprongetjes. Oké. Okay. Even onze concentratie erbij pakken. En dan gaat het echte werk in 3, 2, 1. Nu beginnen. En we moeten zelf draaien om op die muur uit te kunnen komen. En ik zie in de verte, want je moet altijd heel ver naar voren blijven kijken dat er een flip aankomt. Nu! Dat was te vroeg, maar... Heeft de Furia grip? Nee! De enige auto waar we deze race in konden racen was de Furia. Maar hij heeft minder grip dan de XA21. Oftewel de auto waar we normaal gesproken dit soort race mee doen. Maar... Ik moet hem een klein beetje onder controle krijgen. En er zit een boost. Dankjewel voor de boost. En er zit er, als het goed is, ook meteen een checkpoint. Dankjewel, maar... Ik ga niet snel genoeg, hè? Nee! Ik zag hier al een boost liggen. Maar nu pakken we hem door het midden. Pakken we hem ook meteen net al snel genoeg. En gaan we weer verder. Ik heb geen custom Furia, dus we doen alles in een non-custom auto. Maar het komt ook echt maar net uit. Dunne randjes hebben we al 1000 keer gedaan. En de beste tip die ik daarvoor kan geven is, ga er gewoon recht voor staan. Als je er recht voor staat, is het alleen maar een kwestie van recht naar voren blijven rijden. Goed naar voren blijven kijken. Hele kleine tikjes geven om bij te sturen. En dan ben je alweer boven. Het is niet heel moeilijk. Maar het is puur opletten. En dit kan ik dus niet. Ha! Ik had hem al bijna. Deze flips moet je volle snelheid doen. En je moet er heel snel uit lanceren. Hop! Want dan kom je perfect uit op de muur. En we moeten weer naar boven. Dat weet ik zeker. Maar hoe ver moeten we naar boven? Daar. Oh, en nog verder naar boven. Let op. Goed naar voren blijven kijken. En dan moet ik je zeggen. Dit gaat tot nu toe allemaal redelijk soepel hoor. Hier oppassen dat ik in ieder geval het platform afrijd. Want anders kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Spijreltjes zijn niet zo moeilijk. En obstakels op de muur. Het fijne is dat we wel in al die jaren heel veel hebben geoefend. En oh, er komt een flip achterna. Ho! Uh-oh. Grip. Hij heeft zijn grip. Oh, let's go, Fury. Dit is echt nog wel een fijn autootje, hoor. Pijl in het midden pakken. Hoppa. Oh. Er staat een muur. Oei, joh. Ik wist niet of die sprong nodig was om te pakken, maar... Het is af en toe goed even kijken waar die checkpoint zit en waar je naartoe moet. En daar heeft hij dus geen grip. Daar heeft hij geen grip. Helemaal naar boven. Hoppatee. Landen maar en doorrijden maar. We worden wel steeds elke video beter en beter in die wallflips. Want als je eenmaal goed weet waar je eruit moet sturen... Dan hoef je alleen maar elke keer hetzelfde en hetzelfde te herhalen... Om hem ook elke keer te kunnen landen. Maar ik zie dat de volgende checkpoint echt super ver in de verte zit... Dat is een glibberig platform. En er komt een wallflip achteraan. En daarna een spiral. En daarna nog een muur.
Deze gaat goed, deze gaat goed. Gewoon je grip pakken, nice. En nu moet ik opletten, want we moeten zo meteen naar boven sturen. Dus ik laat een beetje mijn gas los. Want hier gaat hij in een scherpe punt naar boven. En als je dus volle vaart rijdt, dan ga je daar 100% zeker wegglippen. En... Nee, ik zag het... Nee! Ik moet dat hele stuk opnieuw, want er zat geen enkele checkpoint tussen. Ik dacht, oh, die muur is lekker breed, is lekker makkelijk. Zat er in één keer een obstakel op die muur, joh. Uh-oh. Oei, 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 oei. Ik dacht eigenlijk dat ik dat niet meer zou redden. Maar het ging goed. En we moeten even kijken waar de breedste doorgang is hier tussendoor. Want dat is meestal... Daar! En nu? Was dit de bedoeling dat ik daar tegenaan reed? Oh ja, zeker. Ik zie de checkpoint. Ik ben echt nog steeds ziek zoals je hoort. Voor iedereen die zich afvroeg waar de langere video's blijven en waar de meerdere video's blijven. Ik zit echt al 3 weken non-stop te hoesten. En het gaat gewoon niet weg. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Ik heb geen hooikoorts, want ik heb mijn hele leven nog niet gehad. Maar het is echt heel vervelend. Dus ik kan niet zo heel lang achter elkaar blijven praten. Maar we gaan door. Alleen zijn er dus iets minder video's die er op dit moment online komen. En zodra ik me weer helemaal fit voel, komen er gewoon weer 1 of 2 per dag. Maar een dun randje. Dus gewoon in de verte blijven kijken. Zorgen dat je bandjes erop blijven. Een klein beetje gas bijgeven. En dan heb je de volgende checkpoint. Ik moet je zeggen, ik vind het serieus een leuke race. Hij is niet te moeilijk. Maar hij is wel heel goed opletten. Zelf je auto draaien, ik zie het al. We moeten namelijk hier inlanden. Oeh, dan gaan we redden, dan gaan we redden. Makkelijk. Ja, en dan moeten we een klein beetje de muur aantikken. Want dan komen we in een rechte lijn weer naar buiten. En ik zie de volgende checkpoint al zitten. En ik zie ook de volgende wallflip. Maar deze komt wel uit, deze komt makkelijk uit. Landen op de remschijf, want anders vliegen we door. Rem! Wajo! Het is goed dat daar een remschijf zit. Want anders vlieg je gewoon volle vaart verder. Of je moet zelf de remglitch doen. Dat kan natuurlijk ook nog. Die was veel te laat ingestuurd. Wauw! Helemaal bovenop de walruit rijden. En dan in één keer... Hop! Nice! Oh, die kwam wel echt heel soepeltjes uit. Maar ik heb al in de verte gezien dat we dit zometeen 4 of 5 keer achter elkaar moeten doen. Dus dat gaat en dat stuk is hier. Als ik dit in 1 keer haal, dan wil ik een duimpje omhoog. Ik ga oprecht mijn best ervoor doen. Oké. Concentratie. Ik laat mezelf stressen. Dit. Ik laat mezelf stressen omdat ik zeg dat ik hem in 1 keer wil halen. Dit is zo dom. Oké, in 2 keer. Nu stress ik niet meer. In 2 keer. Hop. 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 En dat was hem, dat was hem. Ik zei het in 2 keer. Nee, ik kan heel makkelijk mezelf laten stressen. Dus ja, eigenlijk moet ik dat soort dingen ook niet zeggen. Ik moet het gewoon achteraf zeggen. Dat is beter. Ik denk dat dit volle vaart moet of niet. Uh-oh. Dat moet inderdaad volle vaart, want anders houdt de platform nooit. Even goed er recht voor gaan staan. En dan gas erop. Oh, dat... Ik zeg nog even goed ervoor gaan staan en ik rijd er gewoon... Weet je, ik ga er niet eens recht voor staan. Ik ga gewoon gas geven ook hier. Ik kan hem nog op het platform landen. Kijk. Hier, het hoeft er helemaal niet recht, maar... Oh, het is een golden hole. Wajo! Oh nee, het is er nog één. Gaat goed. Gaat goed, we vliegen er gewoon doorheen. We hebben niks aan... Oh! Oh, dit is echt een awesome race naar de finish. Als we dit goed doen, kunnen we misschien onder de 10,5 minuut finishen. Maar... Kom op! Nee, 10 minuten! Ah, 10 minuten 31! Dit was echt een awesome mapje. Dat laatste nog even dwars door die golden hole. En ik kwam perfect uit. Dus we hadden het gewoon goed gedaan. Want als je daar niet goed uitkomt, dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Ik vond dit een awesome race, maar wij doen er nog een tweede achteraan. De volgende race is begonnen en in totaal heeft deze race 120 duimpjes omhoog
en 52 duimpjes naar beneden. Maar dat komt omdat er in de beschrijving staat voor pro's only. Oftewel, de meeste mensen die durven niet eens aan om deze race te starten, maar kijk uit voor de paaltjes. Maar wij gaan kijken hoe moeilijk of hoe makkelijk die is. En in de beschrijving heeft hij ook wat tips achtergelaten, want er staat dat hij volle vaart moet, oftewel we kunnen ons gas niet loslaten. Er staat ook dat we de camera op het verste perspectief moeten zetten en dat staat hij altijd bij mij, dus dat hoef je niet aan te passen. Maar ik weet echt niet wat ik hiervan kan gaan verwachten. Ik weet wel dat dit altijd hele chille weg te zijn om op te rijden, want je kan die bochten heel goed insturen. En zolang je op het asfalt blijft, is er niks aan het handje. Zodra je van het asfalt afgaat, kom je in een bosje terecht. En dan sta je gewoon binnen een seconde stil. Maar de stunt gaat beginnen. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Oh, shit. Gaat goed. Gaat goed. Nee! Ik had er bijna in één keer! Die was echt serieus close! Alleen... Je kan het bijna niet meer zien! Je moet echt volle focus op je auto letten. En je moet ook nog eens een spiegelbeeld gaan denken, omdat je natuurlijk op de kop rijdt. Dus links is rechts, rechts is links. Nee, dat was te ver. Dat was te ver tegengestuurd. Oh, dit is moeilijk op de... Ik heb nog nooit een single container op de kop gedaan, joh. We komen wel elke keer al super ver uit. Maar het is net... Oh, dat laatste stukje. Nee! Nee! Ik zeg het, het is net dat laatste stukje. Ik zit nu echt in volle concentratie. Ik leg het echt op die bandjes van mijn auto. Laat me zitten. Bijna te ver naar boven. Wat het is met deze containers is, je kan ver naar beneden, maar je kan niet... niet zo ver naar beneden! Dit is echt moeilijker dan je denkt. Zodra de bocht begint, moet ik mijn auto iets verder naar links sturen, omdat die helemaal naar de rechterkant wordt getrokken. Oftewel, naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. Yo, we hebben hem, let's go! Oh, je moet zo goed... Pas over de bocht dan ook. Je moet zo goed blijven opletten. Maar dit was de inkomlap. Nu weten we hoe die moet. Dus als we gewoon precies herhalen wat we nu hebben gedaan, dan moeten we hem in één keer kunnen halen. Ik zeg dat wel heel simpel, maar het is echt serieus moeilijk. We gaan het proberen, ja. Want we hebben nog een tweede lap. En die tweede lap is nu begonnen. Dus gewoon cruisend, zo snel mogelijk met de randjes te pakken naar de stunt toe. Niet lachen, oké? Nee, ik zie jullie zitten nu, hè? We gaan me niet uitlachen. Ik zei zo snel mogelijk naar de stunt toe. We gaan ook zo snel mogelijk naar de stunt toe. En dat, dat is iets waar we het even niet meer over gaan hebben, ja? Goed opletten nu. Wij kunnen deze lap echt in 1,5 minuut voltooien, maar... De eerste stap hebben we gehaald, dat is op de walrijd komen. Let's go, let's go, let's go! Wajo, maar nu, wacht, we zijn er nog niet. Dit bedoel ik, dit is echt een hele vervelende bocht. We hebben hem in één keer gehaald, dit is serious beast, man! Maar nu naar de finish. We zitten op 1 minuut 37. We gaan echt voor de snelle lap. Ik weet dat ik weer ben gecrashed net. Daar gaan we het even niet meer over hebben. Maar we hebben een tijd van 1 minuut 44 en 17e volgens mij. Dus... Oh, 16e. Let's go. Ik had niet verwacht dat we het in één keer zouden halen, maar we hebben het wel gedaan. Dus, wil je proberen mijn tijd te verbreken? Check dan de links in de beschrijving naar de race toe. Kan je ze bookmarken, kan je ze zelf spelen. En mocht je hebben genoten van deze video, ram er natuurlijk keihard op like, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye mensen.